Ja, voorzitter, ik vond het een mooi eind, denk ik ook met suggesties van mevrouw Van der Plas. En zij zei ook, volgens mij zit er ook echt wel solidariteit naar de mensen in Ter Apel. Maar ik ben gewoon bang dat met de eisen die u stelt nu aan deze spreidingswet, dat u uiteindelijk juist die mensen in de steek laat. Dus stel het lokt u om een quotum van 15.000 af te spreken. Nou, stel volgend jaar. Volgens mij kan het niet, maar dan hebben we überhaupt geen spreidingswet nodig. Want zoveel asielopvangplekken hebben we ook wel vrijwillig in Nederland, toch? Mevrouw Van der Plas. Dat is volgens mij ook wat ik betoog. Dat die asielopvang dan ook ver naar beneden gaat. En dat we er ook voor kunnen zorgen dat die 16.000 statushouders, hè, mensen in Nederland kunnen zeggen, ja, maar die moeten geen woning. Ja, die mensen hebben nou eenmaal een verblijfsvergunning gekregen. Die mogen hier blijven. Die zijn een lange procedure doorgegaan. Die houden nauw bedden bezet in de AZC's. Dat die ook een woning kunnen krijgen. Hè, en niet als voorrangspositie, maar gewoon ook, hè, de urgentie moet gewoon bekeken worden. Wie heeft er het meest urgent een woning nodig? Ja, dan gaat die asielinstroom inderdaad behoorlijk omlaag. Mevrouw Piri. Nou, dat die asiel ons zeker met een kwotum van 15.000 gaat die zeker omlaag. Want we zitten nu ongeveer rond de 45.000. Maar als ik het goed begrijp, u bent nu niet voor een spreidingswet, zolang niet er een kwotum is van 15.000. Maar als dat kwotum er is van 15.000, dan hebben we de spreidingswet niet nodig. Want zoveel opvangplekken hebben we wel in Nederland op een vrijwillige basis. Dus mijn vraag is dan, hoe helpt u Ter Apel het noorden van Nederland met die eerlijke spreiding? Want in elk scenario, met de voorwaarden die u schetst, helpt u hen niet. Mevrouw Van der Plas. Ja, ik vind dit wel een beetje een herhaling van het vorige interruptiedebat. Want volgens mij heb ik daar al wat over uitgelegd, wat ik ook heb aangegeven. Ik snap niet, en daar kan de staatssecretaris misschien in de tweede termijn wat helderheid over geven, als er gezegd wordt, ja, met een spreidingswet, hè, kom ik even weer terug op de gemeente Oldebroek, hè, hoeft u er maar 83 op te vangen. Waarom wordt er dan nu niet gezegd van, hè, bent u bereid om 83 mensen op te vangen? Maar de hele dorp is daar in rep en roer, omdat ze hebben gehoord dat ze 300 mensen moeten gaan opvangen. Wat dus kennelijk helemaal niet nodig is. Waar we dus ook dan eigenlijk die wet niet voor nodig hebben. Dan kan dat nu toch ook alvast. Maar het gaat mij er ook om dat je met al die maatregelen, en dat vind ik ook belangrijk om te benoemen, dat je ook draagvlak in Nederland houdt. Niemand snapt het nog, van links tot rechts. Ook de achterban van mevrouw Piri. En ook de achterban van de heer Van der Brink. Ook de achterban van de heer Brekemans. Ook onze achterban. Die snapt het niet. Die zegt van, we kunnen dit gewoon niet meer aan. Gemeentes, ik heb hem hier nog liggen, ik ga hem niet voorlezen, voorzitter. De gemeente in Zuid-Limburg, die gewoon een hele duidelijke, goede brandbrief hebben geschreven waarom zij dat niet aankunnen. Ja. Daar moeten we ook oog voor hebben. Tot slot, mevrouw Piri. Zeker, voorzitter. En volgens mij heb ik dat in mijn betoog ook duidelijk gemaakt. Dat zit op kleinschaligheid, dat zit op voorspelbaarheid, dat zit op onderlinge solidariteit tussen gemeenten. Maar dan vraag ik me toch af, de mensen in Ter Apel kijken vanavond mee. En in Groningen, en in Friesland, en in Drenthe. En die verwachten ook van BBB, gelukkig bent u een van de partijen die zegt, wij zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen. U bent de grootste fractie in de Eerste Kamer. U bent mogelijk cruciaal voor de meerderheid van deze wet. Hoe neemt u die verantwoordelijkheid dan op het moment dat er een wetsvoorstel voor ligt? Hoe neemt u die verantwoordelijkheid naar die noordelijke provincies om te zeggen, ja, die solidariteit, daar hebben jullie helemaal gelijk in. De rest van Nederland moet ook eens een keer iets doen. Mevrouw Van der Plas. Ja. Nou, ik kan u vertellen, wij hebben een kandidaat bij ons op de verkiezingslijst staan die uit Ter Apel komt. Die als politicus daar zeer nauw bij betrokken is geweest. Die weet alles, alle ins en outs van hoe het gaat in Ter Apel. En die heeft ons, mede met haar hebben wij onze inbreng gemaakt. Dus als u vraagt van wat vinden de mensen in Ter Apel? Ik denk dat zij een groot gedeelte van de bevolkings, van de mensen in Ter Apel vertegenwoordigt. En wat mensen in Ter Apel ook zeggen, want ik ben er ook van de zomer weer een paar keer geweest, niet op een soort van tour van, oh, kijk, mij eens hier zijn, op de achtergrond, met mensen gesproken. En mensen in Ter Apel zeggen ook, misschien niet alle mensen, maar mensen met wie ik heb gesproken, die zeggen ook, weet je, wij vinden zo'n asielzoekcentrum hoeft voor ons ook niet weg. Hè?
Want het levert ook economische bedrijvigheid op. Hè. Er zijn toeleveranciers en mensen. En we hebben het over de goedwillende asielzoekers die daar zitten. Hè. Het levert ons ook economie op. Maar ze willen van die overlast willen ze af. Ze willen van die enorme stroom af. Dat ze gewoon niet meer te overzien is wie er nou allemaal binnenkomt. En dat bedoel ik ook met dat draagvlak. Niet op elke hoek dat een asielzoeker wordt uitgescholden. Maar sommige mensen weten het gewoon niet meer. Is dit nou eentje die achter in mijn tuin komt poepen? Of is dit eentje die in mijn camper gaat slapen? Is dit eentje die mijn kassapersoneel loopt uit te schelden? Of die uit mijn magazijn, ik weet niet wat, loopt te stelen? En dat draagvlak is gewoon weg. En dat draagvlak, dat willen we wel graag terug.